Kup-kup. Haal ze maar mee, Sweep. Good boy. Ik ben Marijke Dirksson en ben hier samen met Sweep en eigenlijk het hele gezin van Landschapsbeheer Rinnegom. En we zijn een bedrijf dat schapen inzet voor beheer. We zijn hier aan de westkant van de Polderbaan. En we zijn hier vandaag omdat we de geluidsribbels natuurlijk laten begrazen. Goed zo. Good boy. Schiphol heeft geluidsribbels omdat wij er alles aan willen doen om de geluidshinder te beperken. Het voordeel van de begrazing door de schapen is dat de ribbels intact blijven. En dat is heel erg belangrijk voor de werking van de ribbels. Het geluid van de luchthaven komt laag over de grond en wordt als het ware omhoog gestuurd voordat het de omwonenden bereikt. Schiphol heeft heel veel grond en daarbij komt heel veel machinaal onderhoud kijken. En daarom kijken wij eigenlijk continu hoe we dat proces kunnen verduurzamen. Schiphol had eigenlijk de vraag van hoe kunnen we nou geluidsribbels duurzaam beheren. Nou, en wat wij eigenlijk doen is een extensieve vorm van landbouw. Dus dat betekent dat schapen hier het beheer doen en de ribbels mooi kort houden. Tegelijkertijd groeien. En dat is voor ons eigenlijk een hele mooie manier van landbouw en natuur. Dit hele gebied is zo'n 8 hectare groot. Goed tegen de 200 schapen. Dit zijn er nu 64, dat is de eerste vracht. En er komen sowieso nog 4 vrachten bij. De schapen blijven hier in elk geval tot aan de winter. En dat komt omdat het gras in winterslaap gaat. En daardoor hoeft het niet begraasd te worden, want dat zou schade kunnen aanrichten aan de grasmat. Dit project betreft een pilot. De komende maanden gaan we heel erg goed kijken hoe de schapen hun werk doen. En of het geen overlast teweeg brengt voor de omwonenden en voor Schiphol zelf.